Maar hoe zorg je er nou voor dat een werkgever, een potentiële werkgever, jou ziet in plaats van een 50-plusser? Maar blijkbaar dus, is jou dat gelukt, want jij bent nu aan het werk. Ik ben aan het werk. Nou, hoe lang werkloos zijn geweest? Ik ben 3 jaar geleden werkloos geworden in 2014. Ik ben een half jaar echt werkloos geworden. Toen ben ik gaan werken met behulp van zo'n WW-regeling dat je als ZZP'er start en dan ondertussen mag gaan klussen als ZZP'er. Dus dan krijg je een korting op je WW, maar je mag wel alles houden wat je verdient. En in die periode heb ik een stage ben ik gaan doen. Echt een stage. Er werd een HBO'er gezocht en voor een recruitment klusje bij een klein bedrijf. Okay. Daar heb ik op gereageerd. Het was via Twitter. Zij verwachten een HBO-stagiair en daar kwam ik aan. Dat hebben ze aangedurfd. Dat was bij een ICT-bedrijf wat heel snel groeit. Dus het is aan de goede kant van de economie. Dat duurde 6 weken en die stage is vervolgens omgezet in een contract van 20 uur als ZZP'er. Ja.